Hallo, dit kwam vandaag binnen bij de post. De Special Edition PS4 Metal Gear Solid 5. Ik ga hem zo meteen openmaken. Ik laat even zien hoe de doos eruit ziet. Eén klein leuk detail van deze doos is het volgende. Als wij hier beneden kijken, dan kunnen we zien dat... We gaan even met de camera naar beneden. Het hier, ik hoop dat het te zien is op de camera, maar het gaat hier om het nieuwe model. Dus dit is de nieuwe serie, Metal Gear Solid zit erbij en we gaan even kijken wat erin zit. Dit is hem dan uitgepakt. Zoals je kan zien zit eigenlijk alles erbij wat je erbij zou verwachten. Er zit een controller bij, op de controller zit een logootje, het is de Special Edition, dus hier kan je het logootje zien. Er zitten daar ook wat extra leuke kleurtjes. Een koptelefoontje zit erbij. Het spel zit er natuurlijk bij en zoals je kan zien heeft de PlayStation een speciale kleur. Een gouden afwerking, het logootje weer. Hier staat Metal Gear Solid genoemd. Nog een leuk goud accentje. Dit heeft een grove textuur, dit is heel glanzend. Aan de zijkant hier kan je ook zien dat het goud daarin doorloopt. Hij is inderdaad lekker licht. Ik heb net laten zien met een foto, want ik was vergeten de achterkant van de doos te filmen, dat er nog wat extra gegevens bij zitten, zoals een dag 1 editie spel. En dat kan je hier ook op zien. En dan heb je nog wat extra spulletjes daarbij. Nou, ik heb de doos er toch maar even bij gehaald om te kijken wat er nou extra is aan de dag 1 extra content. En je krijgt er een beschermingsschild bij, een XP boost, de alom bekende kartonnen doos, een extra pistool en extra kleding. Hier kan je ook meteen zien hoe de achterkant van de doos eruit ziet. Ik ga straks alles installeren, kijken hoe lang dat duurt en dan zal ik jullie laten weten hoe lang de installatie van deze PS4 duurt, want meestal moet er nog iets als een systeemupdate gedaan worden. Ik heb net de PlayStation aangesloten, ik heb hem aan het internet gekoppeld en toen ik hem aandeed kon ik hem eigenlijk direct gebruiken. Er was geen systeemupdate nodig. Dus dat scheelt. Ik heb hem op de release datum gekocht, dus misschien heeft dat ermee te maken. Als je hem op een andere dag koopt en wat later in de release tijd, dan kan het zijn dat hij misschien wel geüpdate moet worden. Maar voor dit was het een hele prettige verrassing. Ik heb ook wel eens een andere keer een ander systeem gehad en dan was je eerst 2 tot 3 uur bezig om hem up-to-date te krijgen. Dit was het uitpakken van de PS4 en ik zou zeggen... Tot een volgende keer.